We hebben België achter ons gelaten. Alles is goed hersteld. Ik ben er erg blij mee. En we zijn bij een nieuw camperplekje, De Val. Je kan er een pipowagen huren. En wat ik nog even wil laten zien, want dat is wel heel schattig. Je hoort ze al. Zo lief. Hé, hey, kom je even kijken. Nou, je komt op de foto hoor. Zeker weten. Kijk nou hoe schattig. Dit zijn Angora geiten. En die worden op dit moment geknipt. En de kleinste was een prematuur, die achterste dus. Dat is de oudste. En die grote, die links vooraan, is de jongste. Die is een week oud. En die worden nu geknipt. Nou, hoeveel geluk kan je hebben? Hé, hey, je komt precies op tijd. Ja, mooi. Leuk. Wat grappig zeg. Nee, blijf jij eens even staan. Ja, je moet eens weer naar de kapper. Het moet er gewoon af. Oh. En dat kan je niet scheren. Je kan het wel scheren, maar voor die paar geiten is het voor mij niet rendabel om een scheerapparaat te kopen. Oh, okay. Want die messen moeten ook vaak geslepen worden. Maar we hebben toch nog een paardenscheerapparaat? Ja, nee, daar moet je andere messen op hebben.